Welkom. Hallo, wat goed. Ik hoop dat iedereen een beetje een plekje heeft kunnen vinden. We zijn lekker uitverkocht en toen waren er nog mensen die wilden komen en mensen waar we geen nee tegen konden zeggen en mensen die we er echt bij wilden hebben. Dus het is lekker goed druk. Er zijn hier nog 2 stoeltjes. Als iemand nog wil zitten, dan kan ik... 3. Er zijn hier nog 3. Ja, er zijn hier nog 4 stoeltjes, daar nog stoeltjes. Als iemand nog wil zitten, kom lekker naar voren. Doe dat lekker nu, terwijl ik een introductie ga geven over... ik ben super blij dat jullie hier zijn en in grote getale zijn gekomen bij de eerste en tevens ook uitverkochte editie van De Leesclub. De Leesclub is de avond waar de leeslamp langzaam maar zeker verandert in een stroboscoop. En die stroboscoop die gaat nog niet aan tijdens het interview, maar hierna, zodra we hier klaar zijn met het interview, dan kunnen we daarna eerst tekenen met Jipiet en Milou. Die hebben een heel spannende tekenworkshop voorbereid. En dan daarna gaat de club open hiernaast en dan kunnen jullie van 11 tot 5 uur 's morgens dansen met Tonal Oceans hiernaast in Haags Label. En dan in de bunker is de Future Intel Posse, die gasten die we allemaal wel kennen, die met z'n allen 5 uur lang gaan draaien of zo. Wordt super gezellig. Maar de Leesclub is onderdeel van De Situatie. De Situatie is een nieuw literair platform van Pip en dat platform dat zijn we begonnen om de rijkdom van de Nederlandse taal te vieren, maar ook om wat werelden bij elkaar te brengen. Want we geven met Pip organiseren we heel veel evenementen. Maar voor mensen die over het algemeen helaas meer scrollen dan lezen. En we denken dat dat gewoon kan veranderen. En we zien ook dat er toch wel veel mensen zijn die hier komen die stiekem wel lezen. En we willen de wereld van de nacht en de wereld van de literatuur meer bij elkaar brengen. En dat willen we doen door avonden te organiseren zoals deze avond hier. Maar daarnaast hebben we met De Situatie ook een schrijfwedstrijd. En die wedstrijd die is nu op dit moment gaande. We hebben al inzendingen gekregen en iedereen kan eigenlijk een stuk tekst insturen. Het hoeft alleen maar Nederlands te zijn, maximaal 1500 woorden, maar we tellen ze niet. Dus stuur er gewoon 10.000 in. We gaan eerst beginnen met wat poëzie. Terwijl we deze avond organiseerden, zagen we dat er opeens in Den Haag nog een literair platform opeens aan het beginnen was. En dat was een platform voor de poëzie. En dat heet Effen. En dat hebben Frank van den Boom en Vester Vogels, die zijn daarmee begonnen. En het is ook in de kinderschoenen, net als wij. En zij gaan een dichtbundel uitbrengen met het onderwerp De Zee. En we hebben 2 mensen die wat voorproefjes daarvan gaan voordragen. En mag ik een applaus voor Lila, Maria de Koning en Wouter van den Elsen. Hallo. Bedankt Daria voor de inleiding en bedankt aan jullie allemaal dat jullie er zijn. Zoals net gezegd ga ik en daarna Lila dus een gedicht voordragen uit de bundel. daar komt ie. Kolk op kolk op kolk op kolk. Bedolving op bedolving. Golving me opgaan in het schuim wat tot aan de lippen kan staan. Tot aan de kruin. De Freudiaanse sliptong vergiste zich en glipte uit het water. Tegen de rotsen aan te pletter geslagen. Trekken en duwen, geven en nemen, de moedernegotie. Je bek een zetje in de goede richting geven. Geen dauw, geen ochtendglorie. Men houdt zich hier bezig met sedert, met vergane glorie. Men schiet wortel in opstuivend zand. Men houdt de duinen in stand en koestert de duiven en meeuwen Spartaans. Voedt het geroekoe en gekrijs vertrapte friet en plastic resten. Fantoompijn en pletterresten rusten op de trambaan. Kwetterveldslagen bij de Tweede Kamer. Kauwen en parkieten en slikken. Dat was hem. En dan komt nu, Lila. Hallo, goeie avond. Mijn
gedicht heet Voor lezers, verliezers. Het is een hele boterham. In een kwartier snelt de kameel naar de boothaven. Aan wal gaat zij, als laatste aan boord. Zij voelt zich fleurig bij die stap. Al lokt het ouderwetse refrein, geladen met sentiment en romantiek, eens in de wind tocht het veelbelovende nieuwe. Wat viel, stuitte en kruimt nu om naar morgen. Het was bepaald bespottelijk. De enige reden dat zij zich naar een levenspoging vaart. De zee was een metgezel voor gedeerden, die met blikschade door een kier de zon inkijken, trachten op koers te blijven naar dichtstbijzijnde, bij voorkeur garagisten. Zij houdt hier in elk geval het laatste dat haar moeder zo graag hield. Het zit gegoten en zelfs de dreiging die daarvan uitklonk rekt traag uit, want wie weet er wat er naar de aarde komt. Vroeger sloop ze naar de haven om een boot te kiezen en die nacht zichzelf in een storm te dromen. Viscus of de vrijheid, ze was jong en ontwaakte uit elk gevaar. Met de nodige afstand keek ze naar zeevaarders die zich aan de zeilen knoopten als de zwaluwen laag vlogen. Moeder zei, matrozenhanden leer je de taal van de golven. Zij sprak zeetong om honger te stillen. Toen zij voor de eerste keer op strenge rust uitzag, gingen de mensen haar snel ergeren. Zij zag ze dagelijks zoeken naar groot gestikte stokken, wijd en mak voor zoete sigaretten, krimpen de mannen aardig. Ze willen niet wenen als er iets in hun kooi geaaid wordt. Drie die zich stik haasten, draven om hun oren uit te zetten. De kwaaljacht dooft, maar nooit wordt het weer rustig als voorheen. Om in het uur van hetze de zwaan te zijn, sprokkel je best een meute die je hand in hand opwachtte voor de poort. Na de wedstrijd zei zij allerlei waanzinnigheid op het afscheidsfeest op de matrozenkoer. Zij kent hen amper, maar zij wiegen haar. Zij nemen haar bij het minste achterop na schooltijd om te kuieren, maken haar huiswerk als ze het toelaat om daarna weer niets te kunnen doen, als zij daar maar bij mochten zijn. Het is tochtkoud door haar gejaag, de vluchtroute van de sintelslak als hazenpad, nooit de dagen schikken naar haar hoest. Wie haar aan het voorkleien is, moet haar voor iets waarschuwen. Nu zij met nieuwe oren hoort iets over mensen die haar nu al bewonderen. Zij mist alle zelfkritiek en weet dit zelf ook veel te goed. Steeds maar bezig over een feestadres in Singapore. Het zou in een haven liggen. Het moet scherper na het laatste voorval. Dank u wel. Dank jullie wel. Mag nog één keer een daverend applaus voor Wouter en Lila. Wat ik net nog had willen melden is dat Lila ook cryptogrammen maakt. En zij heeft een cryptogram gemaakt speciaal voor vanavond. Over deze avond, over het werk van onze gasten. En die cryptogrammen die liggen op de bar. En dan kunnen jullie ze proberen in te vullen. Ik kan zeggen, ze zijn echt super moeilijk. dan nu naar de gasten. Mijn eerste gast debuteerde in 1991 met De Wetten. Daarmee maakte ze een verpletterende entree op het Nederlandse literaire speelveld. Met haar oeuvre won ze zo'n beetje elke prijs die er te winnen valt in Nederland. En de Groene Amsterdammer noemde haar ooit de Spice Girl van de Nederlandse letterkunde. Mag ik een applaus voor Connie Palme? Connie Palme. Dankjewel. Ik was van Polly.
Mijn tweede gast verscheen in 2008 samen met flinke namen, maar ook met de Party Squad, waar hij hit na hit na hit na hit produceerde. Hierna besloot hij solo nog even 6 studioalbums te maken, waarvan de laatste, Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag, de 3 voor 12 Nederlandse album van het jaar won afgelopen jaar. Hij maakte met hetzelfde album ook een theatertour en het lukte hem om het lidwoord van het woord leven eigenhandig te veranderen van het naar de leven. Dames en heren, Youssef Gnaoui, Chef. Altijd maar die Party Squad. Ja, de Party Squad, dat was zo, man. Kom er nooit meer vanaf. jullie zijn net opgehaald met de auto. En ik wilde eigenlijk vragen of jullie elkaar al kenden. Maar net boven hoorde ik dat jullie elkaar inderdaad al kennen. Chef, vertel. Een beetje. Een gezamenlijke vriend, Keza Wijs. Op verjaardagen van hem. Komen jullie elkaar wel eens tegen? Ja. Wel eens tegen, wat goed. En heb je wel eens iets van Connie gelezen? Nee, maar daar kwam ik dus eigenlijk net pas onderweg achter. Dat ik dacht, hey, volgens mij heb ik eigenlijk nog nooit iets gelezen. Maar dat is niet... Niet opzettelijk. Nee, niet opzettelijk. Dat sowieso. Maar dat komt gewoon omdat ik niet zo heel veel Nederlands lees, eigenlijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Connie, heb je wel eens Chef geluisterd? Ja, natuurlijk. ik zou het zo fijn vinden als je nu zou zeggen nee. En jou dan van je schuldgevoel afhelpen. Ja, precies. No way. Ja, ik moet hier gewoon mee leven. Mijn nieuwe partner. Chef. Dit is ook het moment om even te vragen of iedereen zijn telefoon op stil wil zetten. Ook mijn tante Emmy. We zijn hier vanwege de situatie, wat een nieuw literair platform is. En eigenlijk het eerste waar ik het over wil hebben is... we proberen onontbrekend schrijftalent te ontdekken met de situatie. En in het geval van jou, Chef, je hebt het album hier. Dat is een prachtige cover, heel concept. 2 steunkleuren heb je gebruikt. Je hebt een theatertour ervan gemaakt. Er is een heel concept omheen. Maar in het begin... was er helemaal niks. Dus hoe begin je met zo'n album? Hoe begin je met zo'n project? Dat is niet altijd hetzelfde. Maar dus het kan zijn dat je van tevoren een soort van... Ik bedoel ik. Dat ik van tevoren een plan heb, een idee. En dan begin ik daarmee en dan ga ik dat uitvoeren. Maar het kan ook zijn dat het ontstaat. En het kan ook zijn dat ik een plan heb en dat ik begin met muziek maken. Dit is iets waar ik door de jaren heen beter in ben geworden. Is herkennen wanneer het plan dat je eigenlijk had niet aan het werken is, maar dat er een nieuw plan aan het ontstaan is. En dat was bij deze een klein beetje zo. Dus ik was muziek aan het maken en op een gegeven moment merkte ik dat ik dat er... Nee, het begon eigenlijk anders. Ik was een voorstelling aan het maken. En voor die voorstelling was ik teksten aan het schrijven. Het was een soort experiment nog. Het was het was niet eens een try-out. Het was een soort van onderzoek om te kijken of de vorm die ik uiteindelijk in die voorstelling heb gebruikt, of dat zou kunnen werken. Dus tekst combineren met video, combineren met muziek. En toen ben ik gewoon gaan schrijven. Grotendeels zonder muziek, deels met muziek. En dat ging toen nog iets meer over religie en geloof en over een soort van levenswijze of zoiets, dat soort dingen. En toen op een gegeven moment gingen de teksten die ik maakte voor muziek steeds meer een politieke kant op. En toen kon ik een aantal teksten die ik voor de voorstelling had geschreven, kon ik in die context erbij plaatsen, waardoor dat iets groter werd. En toen ontstond het idee van, eigenlijk wil ik het
niet een naam geven, maar gewoon een vlaggetje, zeg maar. Zo, je weet toch hoe Prince op een gegeven moment zo de symbool als naam had, iets wat je niet kon uitspreken. Ja. Toen dacht ik, lijkt me vet om een vlag te maken die gewoon een soort een emoji of zoiets is. Dat kan niet, want dat... Maar toen, toen noemde ik het heel lang vlag. En die zin had ik al, van ik zou voor veel kunnen serven, maar niet voor een vlag. En toen dacht ik, dit is volgens mij eigenlijk een hele goede titel om een heel ding aan te hangen. Ja, precies, want eigenlijk dus wat die theatershow, vlag, wat dat is geworden, eigenlijk begon je daarmee. Ja, alleen die was dus wel, dus het heeft elkaar geïnformeerd. Het heeft elkaar beïnvloed en veranderd, zeg maar. Ja. Maar wat er wel voor zorgt, het feit dat ik zeg maar teksten schreef voor die voorstelling, waarvan ik niet eens wist of ik ze in de voorstelling ging gebruiken, laat staan op muziek, zorgde er wel voor dat ik op een hele andere manier ging schrijven. Ja. En veel abstracter ook af en toe. En ook niet met duidelijkheid in mijn... Precies. In mijn als objectief, zeg maar. Ja. En Connie, begin jij ook altijd met een vooropgezet, of vaker met een vooropgezet plan? Of hoe werkt het voor jou als je aan een nieuw werk begint? Nou, ja, kijk. Ik kan wel 8 jaar over een boek doen, hè. Dus ik schrijf eigenlijk bijna nooit. Dat komt het eigenlijk wel op neer. Ik ben eigenlijk altijd aan het studeren en aan het nadenken. En ben vooral bezig in eerste instantie met een thematiek of met een probleem. Ik schrijf ook in voornamelijk vrouwen. Ik zou helemaal niet nadenken als ik niet problemen moest oplossen. Dus ik vind alle nadenken is een soort probleemoplossend nadenken. Mm-hmm. En ik denk altijd, omdat ik mezelf zo weinig uniek vind, denk nou, als ik dit probleem heb, dan hebben andere mensen dit probleem ook. Mm-hmm. Dus ik doe het, eigenlijk word ik daarvoor betaald dat ik denk voor andere mensen. dat ik dat opknap voor ze. Ja, dat ja, want niemand heeft zoveel tijd als ik. Ik begin 's ochtends met nadenken. Ik denk de hele dag. Dan eet ik eens wat. En dan begin ik de volgende dag begin ik weer met nadenken. Ja, wat, ja als filosoof is dat natuurlijk ook wel belangrijk. Als je veel nadenkt. Ja, het is ook altijd wel filosofisch. Maar het is ook wel heel concreet, hoor. Bijvoorbeeld, ik ben ook wel altijd gefascineerd door iets zo. Gefascineerd door zoiets als verraad bijvoorbeeld, waardoor maar dan ga ik me verdiepen in de Judasfiguur in het Nieuwe Testament. Ik denk, het is toch wel wat een linkrochem, hè, die Jezus, dat hij zo'n Judas eigenlijk nodig heeft gehad om zijn heilsplan te voltrekken. En dan vind ik dat ook in het Oude Testament, vind ik dat terug. Dus ik ben altijd met heel groot plezier aan het studeren. Ja. En dan denk ik, nou, dit is de roman. Kijk, het moet wel voor een deel met mijn eigen leven te maken hebben. Dus uiteindelijk komt al dat nadenken ten goede van een roman of een essay. Waarvan ik denk, ja, dit is zo'n geweldig onderwerp. Iedereen moet hiervan kunnen genieten. Dus dan schenk ik het aan de wereld. Dat moet voor betaald worden. Maar deep in my heart voelt het als een groot geschenk. Want denk je dan aan dat publiek? Ben je met dat publiek nee, bezig? Nee, ik ben er helemaal niet mee bezig. Nee? Nee, behalve de enorme vreugde die ik ga brengen in het leven van mensen. Ik weet dat het, ik klink echt grappig, maar het is wel zo. Ik vind het een vorm van schenken, van geven. Het is wel grappig wat je zegt, van ik schrijf eigenlijk heel weinig. Ik heb precies hetzelfde, ja, maar er zijn alle nummers die ik gemaakt heb ongeveer, zijn uit. Op een gegeven moment werd er gevraagd of ik een soort bonusversie van dit album wilde maken met alles wat er niet op is gekomen. Toen dacht ik, ga eens even kijken. Nee. Was er niet. Dat was er niet. Nee. Je hebt ook mensen die elke dag in de studio zitten en elke dag gewoon... Dat is ook een manier om gewoon altijd te schrijven en dan op het moment dat je iets nodig hebt, daaruit te putten. Ja. Maar ik geloof ook in... maar dat is echt persoonlijk in de 90% nadenken, 10% doen. Uitvoeren. Ja. Is alles wat jij schrijft, komt dat uit, Connie? Of
Of alles heb je wat ik schrijf komt uit. Ja. Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar heb je heel veel, heb je hele stapels dingen wat je toch niet naar de uitgever stuurt voordat je... Nee, er ligt helemaal niks. er ligt helemaal niets wat niet gebruikt kan worden of gebruikt is. Ik heb echt niet zo'n la waar een onaf manuscript ligt of zo. Daarom, ik schrijf bijna nooit. Dus ook niet aan onaffe dingen. Ja, nee. Nou, we hadden het net boven al even over. Als je dan dat werk uit is, dan... je hebt eigenlijk de zekerheid dat wanneer jullie iets uitbrengen, dat mensen dat dan gaan lezen, luisteren. En dan gaan mensen er wat van vinden. Ben je bezig met die kritieken die je dan krijgt? Nee, kijk, er is een groot verschil tussen literaire kritiek en recensies. Mm-hmm. Recensies bespreken een boek. Het klinkt heel arrogant, maar dat zal wel vaker voorkomen vanavond. Ik vind het ook soms wel jammer, maar zowel de hele dus een boek verschijnt en dan lees ik er één recensie en die is goed, denk ik, nou, zie je, geweldig. Prima. Het is begrepen, het is opgepakt. En eigenlijk interesseren de andere recensies me dan helemaal niet meer zo. Nog de goede, nog de slechte. Ik vergeet ook altijd, ik heb ook vaak mensen heel nabejegend die dan 5 sterren hadden gegeven. Denk, had ik dat nou maar onthouden? Had ik een beetje aardig kunnen doen? Of mensen die in jury zaten waar ik prijzen mee heb gewonnen. Ik heb er de grootste vijanden van gemaakt. Dat is echt verschrikkelijk. Dus als ik ben daar niet erg handig in. Maar het is het is niet een desinteresse hoor. Maar het is een lichte vorm van arrogantie. Doordat ik het zelf. Ik denk, ja, het is natuurlijk is het goed, anders breng ik het niet uit. Ik vind mezelf ook een hele goede schrijver. En dus ik twijfel niet aan hoe goed het is. Het was even spannend bijvoorbeeld of deze essays. Of het opgepikt werd, hoe persoonlijk ze zijn, hoe autobiografisch ze zijn en hoe goed ze zijn. Dus dat is even afwachten. En dan denk ik, ja goed, het is begrepen. En dan denk ik, oh, fijn, het zijn toch fijne mensen, denk ik dan. En het is heel goed dat ze er zijn, ja. Zonder meer. Maar het is niet, het is fijn dat ze er zijn, dat is het beetje. Kijk, Hugo Claus zei altijd, wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn pels? Dat is een overtreffende trap. Maar hij vond het altijd... Duidelijk verhaal. Ja. Sef, vind jij jezelf... Ik maak even een mentale notitie van deze bar. Het is eigenlijk ook heel onproductief om je bezig te houden met wat er daarna... gebeurt, want je hebt er geen controle over. Ja. En toevallig was ik vorige week zo'n documentaire aan het kijken over Taylor Swift. Mm-hmm. En dan begint die documentaire met dat ze op de bank zit en een telefoontje krijgt dat haar album niet genomineerd is voor een Grammy. En dan ook, ze heeft wel wat nominaties of zo, volgens mij, maar niet belangrijk. Dan gaat ze huilen. Oh. En toen dacht ik van, Jezus, dus ja, je hebt die bevestiging nodig van een soort van hele willekeurige instantie, zeg maar, die door de geschiedenis heen altijd, niet altijd, maar heel vaak de verkeerde beloont, zeg maar. Maar dat vind je dan zo belangrijk, dan plaats je dus eigenlijk jouw eigen geluk in handen van iemand anders. En het leuke van iets maken is dat je het maakproces helemaal zelf onder controle hebt. En dat je, als je daar bevrediging uit kan halen, dan is alles wat daarna komt mooi meegenomen of whatever. Snap je? Dus als jij het gewoon heel. Als jij hebt gemaakt wat je wilde maken en je bent daar blij mee, en er komt een goede of een slechte recensie daarvan, als jij het gedaan hebt zoals jij het wil doen, dan maakt dat niet zo heel veel uit. Ja. Als je dat hebt gedaan zoals Taylor blijkbaar heeft gedaan met het idee dat
een prijs, of hoe noem je dat? Een award, ja. Daar iets van moet vinden. Ja, dan is het dus ook, dan is die hele bubbel ook gelijk doorgeprikt als je het niet wint. Ja. Ik denk dat het ook uit woede is, hoor, dat ze huilden. Vrouwen, als vrouwen huilen. Is heel vaak uit woede. Ja. Het lijkt verdriet, maar het is woede. Maar woede is ook, dat is ook reactief. Van ja, dat is wel waar. Ja. Heb je ook alweer gelijk. Ja. Maar ik wil, wat misschien zit een goed afgang van Taylor. Ja, ik vond het gewoon heel gek. Ik denk van ja, je bent zo. Ja, ik vond het gewoon heel raar dat jij dat je dat dan uit handen geeft. Dus je hebt alles onder controle, maar dan of het wel of niet goed is, dat geef je uit handen. Ja. Maar ja, er is een soort, toch een soort afhankelijkheid. Ik bedoel, ja. je blijft afhankelijk van dat mensen van je werk houden. Ja. Dus je bent inderdaad niet afhankelijk van recensenten. Je bent ook niet afhankelijk van juries die prijzen uitdoen. Maar je bent wel afhankelijk van de liefde van je publiek. Dat mensen blijven houden van je toon, van je ritme, van je onderwerpen, van de manier waarop je die aanpakt. Dat is wel een vreemd soort afhankelijkheid voor zo'n. Nou, je verricht een heel autonoom werk. En toch blijf je die afhankelijkheid. Blijf ik wel voelen toch altijd. Maar daarom is het denk ik ook wel goed als het af en toe niet lukt. Nou ja. Als het af en toe. Een beetje katholiek dit, hè? Nee, dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel meer gewoon van. Ik heb wel eens iets uitgebracht dat gewoon niet werkte. Heel vaak eigenlijk. En, of tenminste. Ja, wat gewoon niet deed wat ik hoopte dat het deed. En dat liet ik mezelf best wel. Dat beïnvloedde me best wel, zeg maar. Dat ik elke keer mezelf weer helemaal bij elkaar moest slepen om weer iets nieuws te maken. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik maak het gewoon omdat ik het wil maken, omdat ik het graag wil maken. En dan resoneert het dus ook het meest. Ja, omdat dus wanneer je maakt vanuit jezelf, vanuit wat jij wil, dan komt het beter aan ook, of niet? Ja, en dat kan ook vanaf het begin. Ik bedoel, sommige mensen hebben dat meteen te pakken. Vanaf het begin van hun carrière. Ja. Dat ze een snaar raken die goed is. Maar het kan ook zijn, in sommige gevallen, dat mensen niet weten waarom iets werkt. En dan daarna iets gaan doen waarvan ze denken dat het werkt, maar wat eigenlijk helemaal niet werkt. Ik heb hier ergens op een van al deze kaartjes heb ik een quote van jou van een interview met Complex, wat je laatst hebt gedaan, waarin je zei dat je er niet heel lang geleden eigenlijk pas achter bent gekomen dat je een soort ontwikkeling door hebt gemaakt waar je merkt dat als je dichter bij jezelf blijft, dat je dan toch meer het werk maakt wat je wil maken. Ja, het is echt een totale inkopper. Mm-hmm. Maar. Ja, nee, maar dat is wel. Zeg maar ja, dat. Het, ja, gewoon van die. Je hebt er gewoon van die dingen van het. Het universele zit in het specifieke of zo, dat soort dingen. Dus eigenlijk wat je. Wat zeg je? Het universele zit in het persoonlijke. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk wat jij net zei over je bent niet uniek. Dat als je daarop op vertrouwt van, als ik dit voel, er bestaat geen emotie of gedachte of zo die niemand ooit gehad heeft, denk ik. En als jij kan verwoorden wat jij specifiek voelt, dan hoeft iemand anders niet eens diezelfde, precies dezelfde situatie mee te hebben gemaakt. Maar je voelt wel wanneer het echt is. Dus dat is ook waarom bijvoorbeeld, weet ik veel, een western of gangster rap of weet ik veel, gewoon dat zijn andere werelden, maar je voelt dat het echt is. Ja, en ja. Dan kan je daar kan je je mee identificeren. Dus je hoeft niet te begrijpen of je hoeft niet iemands leven exact mee te hebben gemaakt om te voelen dat het echt is. Nou, ja, het is echt een heel belangrijk woord, echt. Ja, want je hebt het in voornamelijk vrouwen heb je het over Sylvia Plath. Ja. En in voornamelijk vrouwen bedeel je aan iedereen waar je over schrijft, bedeel je een bepaalde eigenschap toe. Een eigenschap die je zelf hebt of zou willen hebben, volgens mij ook. Ja, ik heb me heel bescheiden uitgedrukt, wat helemaal niet bij me past, maar ik denk, laat ik het eens proberen. Maar inderdaad, die ik zou willen hebben ook, dan zo zeg ik het maar. Ja. En Sylvia Plath, die is waarachtig, zeg je. Ja, Sylvia Plath heb ik dat woord waarachtig meegegeven, maar dat is vooral.
Kijk, Sylvia Plath heeft zelfmoord gepleegd op haar 30ste daar. En ik zeg eigenlijk dat het haar grootste verlangen was om waarachtig te zijn. Dat heel dat leven, dat korte, dramatische, ook heel gelukkige, maar ook heel dramatische leven, zo erop was gericht dat ze streefde naar waarachtigheid. Ja. Wat betekent dat ze zich eigenlijk altijd een bedrieger voelde. Ja. En ik denk dat dat haar grootste vijand was. Dat gevoel van haarzelf, voortdurend, van ik ben een onecht iemand. Ja, want ze was ook heel erg, zij was heel erg bezig met die later recensies, maar in het begin word ik gepubliceerd, krijg ik, want ze stuurde naar de New Yorker, al die tijdschriften stuurde haar gedichten en dan werd ze de hele tijd afgewezen en haar hele zelfbeeld, haar eigen waarde was volledig afhankelijk van afgewezen worden of niet door dat soort instanties. Taylor Swift. Ja. Taylor Swift, precies, daar hebben we het. We zijn rond. Snel hoor. We gaan het niet meer over haar. Nee, het is waar. Dat heeft iets lelijks, vind ik. Het is ook wel iets heel Amerikaans, denk ik, van haar. Hè. Dat, ja. Die hele, ook dat immense verlangen naar roem. Mm-hmm. Terwijl ze zo'n ongelooflijk groot talent had. Maar je kunt er dus blijkbaar ook aan ten onder gaan. Ja. Ik denk dat het een van de redenen is dat ze zichzelf ook verwoest heeft. Omdat dat ze dat idee niet kon waarmaken. Dat ze zichzelf eigenlijk nooit waarachtig gevonden heeft. Ja, ja. En dan tragisch eigenlijk die postume roem die ze dan met... Ja, verschrikkelijk. Het is eigenlijk verschrikkelijk oneerlijk, ja. En heel... Heel zwaar naar lot, vind ik het voor Plath. Ja, ja, zeker. Ik wil het hebben over de Nederlandse taal, maar eigenlijk ook de Engelse taal. Namelijk, er is steeds meer Engels in het Nederlands, merken we. In de literatuur ook zie je dat eigenlijk wat... De boeken die steeds meer verkocht worden, dat zijn de young adult boeken, die veel door jongeren worden gelezen, Engelstalige boeken. Young adult, dus. Ja, ja. Goed, wel fair. Goed dat ze daarbij terechtkomen. Fair. Maar Engelstalig. Fair? Shit, daar ga ik. Ja, ja, ja. Shit? Ja, ja. Stop. Ja, maar kijk, dat is het dus. Er is steeds meer Engels in het Nederlands. Hoe kijk je naar die ontwikkeling van het verengelsen van het Nederlands? Ik ben geen purist, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet iemand die heel erg gevoelig reageert op dat mensen taal, of dat die minder puur worden, of dat er meer Engels wordt gebruikt. Ik denk, ja, so what? Denk ik dan. Hè? Nee. Taal is een levend iets. En, ja, ik heb er geen andere woorden voor. Als, so what? Ik vond het altijd een hele goeie. Het is een levend iets. Jonge mensen groeien ook veel meer op. Nog meer dan ik in mijn tijd met Engelse liedjes. Dus het is, ik vind het logisch dat een taal zich zo... Ja, ontwikkeld. Wat ik een ander iets is dat ik op Nederlandse universiteiten wel veel meer graag zou willen dat er veel meer in het Nederlands gedoseerd wordt. Want als je niet meer als wetenschapper niet meer in staat bent om in een wetenschappelijk tijdschrift een Nederlands stuk te kunnen schrijven of in het Nederlands een probleem, zeker als het over Nederlandse literatuur gaat. Ja. Als je dat in het Engels moet gaan opschrijven, zit je in een hele absurde situatie. En dat komt steeds meer voor. En dus daar ben ik dan iets strenger, maar verder denk ik echt zo, laat het maar gebeuren. En het zal ook wel weer een halt toegeroepen worden of... Dat er een soort tegenbeweging wanneer ja, het ja, dat sowieso. Ja. Er boos op worden is vrij zinloos. Want dat is alsof je boos wordt op een golf of zoiets. Zeg maar. Ja, ja. Die golf gaat je niet. Zegt. Die gaat niet. Onthouden, die moet je onthouden. Ga ik onthouden. Die gaat niet. Die stopt niet doordat je er boos op bent. Zeg maar. Het verandert. Wat ik. Als het gaat om. Beweging in taal. Wat ik soms wel vervelend vind.
is dat mensen vaak niet meer zoeken naar andere manieren om dingen te verwoorden. Dus ik vind niet zo erg als iemand nodeloos veel Engels gebruikt in teksten. Alleen ik vind het wel vervelend als iemand iets zegt wat al 1000 keer op diezelfde manier gezegd is. In het Engels? Of in het Nederlands. Maakt niet zo heel veel uit. Maar gewoon dat... Cliché. Wat zeg je? Cliché. Maar het is eerder... Het is eerder een soort van geformateerd. Dus je hebt op internet specifiek heb je bepaalde formats van grapjes, van memes, van bepaalde dingen. Ja. Huppelepup, be like, of wanneer, da-da-da-da-da. Ja. En mensen maken nu ook wel eens hardop grappen die gewoon eigenlijk een soort van memes zijn. Geef eens een voorbeeld, je raakt me kwijt anders. Ja, dat is ons leeftijdsverschil, denk ik. Ja, daarom. Ja, ja, ja. Ik probeer te. Ontzettende kattenkop. Nee, ik wilde het eigenlijk. In mijn hoofd maakte ik de grap dat ik ouder was. Alleen dat kwam niet zo over. In je hoofd. Nee, gewoon. Er zijn. grapjes op internet, dus die moeten dan of in één plaatje passen, of in een tweet van heel weinig woorden. Ja. In ieder geval moeten ze heel erg gecomprimeerd worden. En als je wil dat veel mensen ze begrijpen, dan helpt het als dat grapje of die opmerking in een bepaald format past, ja, een bepaalde bewoording past. Een trend. Ze zijn allemaal soort van kopieën van elkaar op een manier. Hetzelfde grapje. Precies. In een andere niche vaak. Precies, dus Nederlanders be like. Gaan jullie maar lekker door, hoor. Nou, en ik merk gewoon wel dat soort dingen of opmerkingen of weet ik veel, Hot Girl Summer of weet ik zeg maar, dat dan, het is leuk als iedereen even die trend volgt. Alleen ik vind het oninteressant als iedereen hetzelfde zegt. Ja. En rap specifiek is daar mega gevoelig voor. Zeker. Voor echt ontiegelijk vaak hetzelfde zeggen. Ja. Ja, ja. Ja. Dat vind ik persoonlijk storender dan als iemand gewoon. Heb je er wel zo van af? Vibes zegt. Vibes. Muziek in het Engels maken? Zo ben ik begonnen, ja. Ja? Wat bij Party Squad? Wat dan? Nee, ja, nee. Dat weet ik. Ik heb echt 2 liedjes met hun, hè? Je kan je eigen Wikipedia-pagina aanpassen. Ja, I know, maar... Gewoon beginnen. De Party Squad, maar heeft ik ben niet, 2 liedjes met ze. Ik ga niet mijn eigen Wikipedia-pagina aanpassen. Dat moet iemand anders voor mij doen. Oké, is goed. Ik ga het doen. Ik ga het fixen. Nee, ik begon in het Engels, maar dat kwam ook gewoon omdat... dat was gewoon... Rap was gewoon Engels. Gewoon in? Ja, dat hoorde erbij. Ja, dus niet om aan te horen. Ook weer dat stukje wat er al was nadoen of zo. Of willen klinken als de rest, of niet? Ja, of gewoon niet eens echt over nadenken. Gewoon, ja, dat is gewoon wat rap is Engels, punt. Ja, precies. Het is net als... niemand bedacht ook, ik ga langzame house maken of zo. Dat was gewoon inherent aan. Totdat op een gegeven moment... eerst Os Door Possie heel lomp in het Nederlands ging rappen. En Extince toen opeens virtuoos in het Nederlands ging rappen. En toen dacht ik, ja, dat. Ja, precies. Extince, dat was, toen dacht je, nu moeten we het doen. Ik wil het even hebben over je album iets meer. Ik zou voor veel willen sterven, maar niet voor een vlag. Je hebt het daar over rigide systemen. Je hebt het daar veel over... waarheid, je hebt het over de tegenstrijdigheid van het leven in die systemen, volgens mij. We leven nu in een wereld waarin de waarheid steeds meer onder druk staat. Je hebt deepfakes, je hebt nepnieuws, je hebt AI, iedereen heeft het over zijn eigen waarheid. Hoe kijk jij daarnaar en hoe denk je dat wat jij maakt daar een rol in speelt? Dat is echt een goede vraag. Ik las vandaag iets van... je kan de dans niet onderscheiden van de danser of zo. Dus je kan het er niet over hebben. Je kan niet het systeem waarbinnen je leeft bekritiseren... zonder jezelf als deelnemer daarin ook te moeten bekritiseren. Ja, dat is in het album ook de spanning, denk ik. Dus dat is het. En ik denk ook... Het is eigenlijk een klein beetje ook... waar we het net over hadden qua taal,
en het leven daarvan. Dat kijk, dat dingen veranderen, dat is zo. Alleen, ik denk dat de truc is, of het doel is, om die verandering een klein beetje bij te willen sturen. Dat het niet helemaal de kant op gaat waarvan ik denk dat het niet, dat die niet moet gaan. Maar het is af en toe ook wel heel frustrerend om te kijken naar hoe dingen zich ontwikkelen en hoe dingen zich... En met af en toe bedoel ik de hele tijd. Ja. Wil je dat mensen als ze je album hebben geluisterd iets anders gaan denken of doen? Ja, kijk, ik wil ook weer niet overschatten wat zoiets doet of zo, wat een album doet. Ik denk dat iedereen een bepaalde rol heeft of zoiets binnen de maatschappij of binnen de samenleving. En dat iedereen op zijn of haar manier een duit in het zakje probeert te doen om bij te dragen aan een grotere beweging. Ik denk niet dat een album op zichzelf iets verandert. Wat wel kan helpen, is je minder alleen voelen of je minder onbegrepen voelen als je iets leest of iets luistert of iets kijkt waarvan je denkt, ah ja, inderdaad, het kan dingen voor je uitleggen, het kan dingen voor je verduidelijken. Maar nog meer dat, ik merkte het op een gegeven moment, wat bijzonder is aan een concert of aan uitgaan, weet ik veel. Je hebt toch wel eens op een avond een moment dat bijvoorbeeld iedereen op exact hetzelfde moment reageert op iets. Of het nou een tekst is, of een drop van een beat, of een zin. En dan voel je van, wow, iedereen die in deze zaal is, denkt en voelt op dit moment hetzelfde als ik. Ja. En dan voel je je niet alleen en dat sterkt. Ja. En daarvan denk ik wel dat muziek een rol speelt. In het iets meer collectiviseren van een samenleving die heel erg individualiseert. Ja. En het tegendeel ook een samenleving die heel veel groepen creëert waar mensen wel achter een vlag aanlopen. En zeker. Dus er zijn twee bewegingen. Ja. Dus niet alleen individualiseren, het is ook ontstaan ook enorm groepen met misidioten geloven. Maar dat is vanuit dezelfde wens van onderdeel willen zijn van iets groters. Dus mensen die... Ja, maar dus dat de verlangen naar collectiviteit ook een heel gevaarlijke kant. Zeker. Dat is de en zo'n deinende massa die voor op hetzelfde reageert, heeft ook iets griezeligs. Ja, mensen. Zeker. Ja. Nee, het is een explosief iets. Je kan er heel, je moet er heel voorzichtig mee omgaan. En ik denk ook dat het belangrijk is om jezelf ook niet... Dat vind ik, wat ik een beetje griezelig vond en vind met dit, met deze plaat, zeg maar, als je politieke dingen gaat zeggen, dan vinden mensen allemaal alles heel interessant wat je zegt, en dan hangen ze aan je lippen en zo. En wat vooral niet moet gebeuren, is dat je daar zelf ook in gaat geloven. Dat je zelf allemaal alleen maar de hele tijd de juiste dingen zegt. Of zelf dat jij die waarheid brengt opeens. Ja, precies. Dat je opeens per ongeluk Willem Engel bent. Maar of zo. Oeps, ja, het gebeurt zo. Dat moet je niet hebben. Maar daarom, het is een verantwoordelijkheid. En het is iets waar je soort van wel voorzichtig mee om moet gaan. Maar ik denk dat die emotie of die wil die mensen hebben om ergens bij te horen, dat je dat voor goed of voor kwaad kan mobiliseren. Ja, ergens bij horen, inherent daaraan, is dat anderen daar niet bij horen. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zeker. Natuurlijk. Dat is het gevaar daaraan ook van met z'n allen heel erg iets vinden en heel ergens bij horen. Is precies. Dat is ook waarom als je iets nieuws wil construeren, wat in de plaats moet komen voor de dingen die daar al waren, dan moet dat inherent iets zijn wat ook de hele tijd moet kunnen veranderen. Dat moet niet rigide zijn, want dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het doen als wat hiervoor was. Je moet niet... Het ging op een gegeven moment over... Werd
Nee, ik dacht gewoon zelf, deze titel is best wel een statement van ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Mm-hmm. Best wel iets waarvan ik zeker weet dat ik uitzonderingen tegen ga komen. En daarom dacht ik, man, dat is een interessante zin, want dan gooi ik een statement eruit. Ja. Maar er zijn heel veel dingen, heel veel dingen die bewegen niet. Maar er zijn vlaggen die aangepast worden. Je hebt de regenboogvlag, mm-hmm, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die ziet er steeds anders uit. Nu is hij alweer een tijdje hetzelfde. Mm-hmm. Maar elke keer als er een aanpassing was van, oh, er is nog een groep die niet gerepresenteerd wordt door deze vlag, kwam er nog een kleur bij. Ja. Dat idee van, het gaat niet om de vlag, het gaat niet om het doek, het gaat niet om het object, maar het gaat om het idee dat je iets bedenkt dat zich de hele tijd mag ontwikkelen en niet iets wat heilig is en de hele tijd moet blijven staan. Precies. Connie, jij zei aan het begin van dit interview dat je de hele dag denkt en dan denkt van, nou ja, hier zullen andere mensen ook overdenken en ik ga dat oplossen, zei het een beetje. Is jouw werk, gaat dat er ook om, net als wat Sef net zei, dat mensen zich minder alleen voelen op een manier door jouw werk te lezen? Of is dat absoluut niet waar het om gaat? Nou, kijk, ik ben natuurlijk niet zo bezig met wat het met anderen doet. Het enige is wat ik weet, dat al dat denken, dat ik dan doe, nou laat ik even een concreet voorbeeld nemen. Toen ik de wetten schreef in 1991, mm-hmm, dat is eigenlijk, toen wist ik dat ik een heel goed boek geschreven had. Dat is gespeeld op heel veel niveaus voor een boek. Kijk, voor mij is een goede roman, is waardoor een lezer die leest, voelt dat de ondergrond, dat er heel veel dingen met elkaar te maken hebben. En die hoeft dat helemaal, je hoeft helemaal niet zo'n professionele lezer te zijn die al die signalen oppakt of al die rode draden ziet of ziet dat het eigenlijk een Faustroman is. Mm. Dat hoeven ze allemaal niet te weten. Ze voelden dat. Ze hebben de ervaring van, ik heb een heel rijk boek gelezen. Ik heb een boek gelezen, dit heeft met dat te maken. En degene die het wel ontdekt heeft, een wat grotere vreugde. Die denkt, oh ja, dit. En het is eigenlijk een zinspeling op Faust. En Marieke van Nimwegen speelt mee. En de hele Bijbel komt langs. En, snap je? Dus het is een. Maar wat het probleem was, ik denk. Waardoor ik dacht dat het denken dat ik had gedaan. Waardoor ik dacht dat ik veel meer mensen zou bereiken. Is denk dat. Er moeten veel meer vrouwen zijn als ik, die helemaal niet bezig zijn met het verleiden van jongens. Mm. Behalve om iets te weten te komen. Mm. Dus die een natuurkundeleraar verleiden. Ja. Denk, leg mij die kwantummechanica's uit. Ja. Mag je daarna met me doen wat je wil? Maar ik wil begrijpen hoe die kwantummechanica in elkaar zit. Ja. Dus daar gaat de wetten over. De wetten gaat over een jonge vrouw met een enorme honger naar kennis. Ja. En ze haalt die kennis bij de mannen die de kennis bezitten. Ja. En ze is bereid om daar alles voor te doen. Dit is een heel Faustiaans thema. Je ruilt voor de kunst, ruil je ziel of geef je ziel aan de duivel. Ja. Je mag ermee doen wat hij wil. Als ik maar de 7 konsten mag leren. Het boek heeft niet voor niets 7 hoofdstukken. Dat is een heel, natuurlijk een heel magisch getal. Maar het is ook het getal van de 7 konsten uit de middeleeuwen. En in dit boek heb ik het helemaal beperkt in de wetten tot 7 kunsten die eigenlijk nog steeds gehanteerd worden, ook in de toen 21ste of toen 20ste eeuw. Mm-hmm. Namelijk de kunst die wij bezitten, soms onbewust of aangeleerd, als je heel veel de Viva gelezen hebt, dan kan je hem daarin vinden. Maar hoe wij anderen interpreteren. Dus je komt, en het begint met de astroloog. Dus de astrologie is een soort pseudowetenschap, waarmee we in mensen nog heel veel geloven. En die lezen nog van, nou, deze maand is voor de ram rampzalig. Je kan beter binnen blijven of je moet niet te veel geld uitgeven, ram. Want dit is geen, de zon staat in je 7e huis en dit is echt verschrikkelijk. Dus kan allemaal. Dus, en, of bijvoorbeeld, je kan nog steeds een kroeg inlopen en dat iemand je bekijkt en zegt, nou,
jij ziet er echt uit als een schorpioen. Je bent vast een schorpioen. Nou, dan krijg je een heel interessant gesprek. Ik zeg, ik ga onmiddellijk naast, bleef naast iemand staan. Ik zeg, waar zie je dat aan? Zeg ik dan. En dan krijg je een heel leuk gesprek waar de zon in voorkomt en Venus en Mars. En je hebt een ruzie in het zevende huis van de kennis en het huis van het verdriet. En echt een geweldig gesprek. En ik ga verrijkt, ga ik de kroeg uit. Met mijn tomatensap drinkende. En de tweede wetenschap is weer een paar eeuwen verder. De astrologie was typisch een hele oude wetenschap bij de Egyptenaar. Andere wetenschap is, zeg me welke ziekte je hebt als de epilepticus. En ik zeg je wie je bent. Dus deze, en zo gaat het in de wetten 7 keer door. Ja. Hoe, ja. Dus het is ook een boek van hoe lees je andere mensen? Hoe kom je eigenlijk aan de kennis dat je over een ander kan zeggen, je bent aardig of niet aardig, of ja. Jij zit zo en zo in elkaar, of jij... En dan natuurlijk met ultieme wetenschap over de ander, dat is dan nog steeds de psychoanalyse. Ja, dus in de wetten voor de lezer, die kan daaruit meenemen hoe die op een manier mensen beter kan begrijpen, denk ik. Dat kan. Kijk, ik krijg heel veel fanmail van mensen, vooral van vrouwen, die zeggen, ja, dit is precies wat ik allemaal ook altijd heb gedacht. Mm-hmm. En u schrijft het neer. Deze vrouwen overschatten zichzelf. Kijk. Nee, ik soms voelen mensen iets waar ze geen woorden voor hebben, totdat iemand het voor ze verwoordt. Ja. En dan denken ze... Ja, dit heb ik ook altijd gedacht, ja. Maar kijk, denken is... Kijk, misschien de beste zinnen voornamelijk vrouwen... Denken is het werk. Denken is werk. Denken is niet iets wat je 's ochtends even 5 minuten onder de douche doet... voordat je die boterhammen gaat smeren voor je kroost. Of je het lunchpakketje maakt voor je echtgenoot. Denken is gewoon het werk. Het is dan ook het formuleren van wat je gedacht hebt. Daar zinnen voor bedenken. Het formuleren, het in de vorm gieten, dat is het, is de grote kunst. Maar het is wel waar, de aantrekkelijkheid van mijn werk is dat heel veel mensen denken, ja, dit is precies wat ik heb gedacht, eigenlijk. En ja, dat ik dan zeg dat ze zichzelf overschatten. Maar je zegt denken is het werk. En ik las in een interview uit 1995 dat je zei... wees niet spontaan, denk na. Ja, dat is nog altijd mijn motto. Ja, en Sef in het eerste nummer van Ik zou voor veel kunnen sterven, niet voor een vlag, zeg je in den beginnen minder op de ratio, meer op de vibe. Mm-hmm. Dat is precies het tegenovergestelde. Ja, maar weet je... Ja, vibe. Maar ik nuanceer het daar... Nee, maar ik, de zin daarna is, maar er is wel een onderscheid tussen gevoel en een feit. Ja. Dus ik zeg, ik wil iets minder alleen maar rationeel. Mm-hmm. Maar ik zeg wel ook van, dat betekent niet dat we helemaal alleen maar op onderbuikgevoel gaan. Want dan, dat is ook niet goed. Maar wat Connie net zei, dat voel ik totaal. Dat heb ik altijd al zo gedacht. is dat het maakt niet uit of mensen alles eruit halen. Als er heel veel in zit, als het heel rijk is en heel. Dan voel je dat. Ook al begrijp je niet alles. Dus in goede muziek vind je, naarmate je het vaker terugluistert, nieuwe dingen, nieuwe connecties. Ja. En dat is niet omdat. Ja, dat is geen toeval. En dat is met boeken en films. Met alle goede kunst is dat zo. En dat is het denkwerk. Dus een liedje maken. Gewoon een liedje maken van. Dat is niet per se heel moeilijk. Maar een soort spinnenweb maken waar allemaal dingen aan elkaar gelinkt zijn en waar heel veel gedachten in zitten en dat het toch niet voelt alsof het heel alsof er heel hard aan gewerkt is. dat is kunst, omdat dat super moeilijk is. Ja. En dat kost heel veel denkenwerk. Ja.
Ja, ik heb redelijk verdiept in jullie werk. En fijn, bedankt, Dario. Toch? Ja, ja, dus ik, nou, wat ik in het begin dacht... Ik mij om me nog meer schuldgevoel te geven over... Wat ik wilde zeggen is dat in het werk van Sef, vooral in het laatste album, gaat het heel erg dat onderbuikgevoel versus die ratio, die macht. Alleen eigenlijk in jouw werk, Connie, zie ik dat het ook heel erg gaat om macht en om liefde, maar dan veel meer interpersoonlijke relaties. Dus macht en liefde zie ik eigenlijk als het overkoepelende thema. Bij mij macht en liefde. Macht en liefde. En hoe dat met elkaar... hoe dat de werking daartussen, tussen macht en liefde... Je zegt het ook net over de wetten. Over op een manier... leer me kwantumfysica en doe alles met me wat je wil. Hè. Er is een soort liefdes- en een soort machtsverhouding... die met elkaar speelt, toch? Ja, nou ja, je verrast me een beetje, want ik zou het zelf niet gauw zo zeggen, maar het werk is van jou, hè. Vanaf het moment dat ik dat boek de wereld instuur, is het overgeleverd aan de interpretaties van de lezer, en jij bent een lezer. Dus als voor jou macht en liefde het thema liefde is, lijkt me evident dat het een thematiek is in mijn werk. Maar ik zou veel eerder zeggen dat liefde... een vorm van macht is ook. Ja. Liefde heeft een hele macht over je. Liefde is, ik zeg ook, ik ben altijd vreselijk tekeer gegaan tegen vooral vrouwen weer, sorry vrouwen, dat aanprijzen ook weer heel erg in de libellen van de zelfliefde, hè? Dat je eerst van jezelf moet houden voordat je van iemand anders kunt houden. Dus ik heb altijd gezegd dat het echt de grootste onzin is, ja, die verkocht wordt. En dat echt de damesbladen worden er nog steeds mee gevuld. En ik zie ook allemaal nu een hele nieuwe generatie vrouwen, die worden allemaal persoonlijke coach. Zonder ook maar een week gestudeerd te hebben. En dan coachen ze, ja, je moet eerst van jezelf houden. Ja. En dat betalen vrouwen dan echt een enorm bedrag voor om dat te leren in de spiegel van zichzelf te houden. En liefde is helemaal niet voor jezelf bedoeld. Liefde is altijd iets tussen jou en een ander, of tussen jou en een ander ding, tussen jou en een ander mens, tussen jou en je ouders, tussen jou en je kinderen, tussen jou. Het is altijd iets tussen jou. Daardoor is het ook zo'n heel ongrijpbaar iets. Ja. Maar het is helemaal niet bedoeld om hier terug te kaatsen als een boemerang naar jezelf. Wat moet je daarmee? Moet je nou met van jezelf houden? Ja, dat is... Moet je dan de spiegel gaan kussen of zo? Maar het is te goor om over na te denken. Zie jij daar iets in het idee, je moet van jezelf houden voordat je van iemand anders kan houden? Ja. Ja, wel. Ja, ja. Nee, niet op die soort libelle manier. En ik denk ook dat het veel minder ingrijpend is dan zij het jou willen doen laten geloven. Maar ik denk eerder dat het te maken heeft met... niet per se dat je verliefd op jezelf bent, of weet ik veel. Maar dat je gewoon leert te accepteren wie je bent. En dat dat oké is en dat je niet... op zoek gaat naar allerlei externe dingen om bevestiging uit te halen. De Grammys. Dus de Grammys bijvoorbeeld, ja. Nee, maar ik denk dat wat namelijk wel kan gebeuren, is dat je je verliest in iets wat je denkt dat liefde is voor iemand anders, puur omdat je het zo graag wil. Of dat je je verliest in liefde voor, weet ik veel, je werk. Waar je eigenlijk helemaal niet van houdt, omdat je denkt dat het iets is wat je heel graag wil. Omdat je niet weet wie jezelf bent en omdat je niet tevreden bent. Niemand is tevreden met zichzelf. Maar als je oké bent met jezelf, dat vind ik al van jezelf houden op een gezonde manier. En dat je dat niet probeert in te vullen of aan te vullen met allerlei dingen die niet belangrijk zijn. Als ik die schoenen heb, dan gaat het goed. Als ik,
als ik uiteindelijk genoeg geld heb, ja, dan gaat het goed. Als ik een gezin heb, dan ben ik er. Of als ik kinderen heb, dan ben ik er. Want die dingen gaan allemaal niet, die gaan je allemaal niet vervullen. Ja. Als je een gat in jezelf hebt, ja. Denk ja. ik. Ben jij bezig met zelfacceptatie, Koeni? Ja, dat is heel iets anders natuurlijk. Mm. Dat je je steeds meer verzoend met dat je steeds meer door zelfonderzoek ook in de gaten krijgt hoe je in elkaar zit. Maar ook dat het grootste vorm van zelfacceptatie komt omdat een ander van je houdt. Dan begin je eigenlijk pas te denken, God, misschien valt het toch wel mee met mij. Dat is het begin. Het begin van je wordt eigenlijk het meeste moeite waard omdat een ander van je houdt. Of ja? Omdat je, en ook omdat je in je handelingen merkt dat je grootmoedigheid ontstaat door de ander. Dat je geneigd hebt om voor iemand die gewond is of bang is of onzeker is, dat je geneigd bent om daarvoor te zorgen. Dat iemand dat allemaal in je wakker maakt en oproept. Maar daarom bedoel ik, zeg ik ook, het is altijd iets tussen jou en een ander. Dit gebeurt niet tegenover een spiegel. Je krijgt geen zelfliefde zonder dat een ander van je houdt. En het is ik vond het het ultieme ik-tijdperk waarin dit hele idee je moet van jezelf houden. Het werd namelijk, wat mij dan natuurlijk het meest aan erger is, dat het een imperatief is van je moet. Want dan kun je cursussen gaan organiseren. Ja, en het is een soort, ik begrijp wel echt wat je bedoelt. Het is een soort ongezonde doorvertaling van zelfliefde die eigenlijk egoïsme betekent of zoiets. Ja. Maar je leert ook de essentie niet van wat liefde is. Nee. Liefde wordt opgeroepen door een object, door de onvolmaaktheid van de ander, door de wond van de ander. Het is een gevoel dat ontstaat door een ander. Het is niet een gevoel dat je voor jezelf kunt hebben. Het is echt onmogelijk. Mensen denken dat mensen geven echt de kapitalen aan uit om dat gevoel maar te krijgen. Nee, maar je kan wel zacht voor jezelf zijn. Dus je kan wel, en dat is... Ja, maar dat is iets anders. Dat kun je zijn omdat een ander het ooit voor je was. Dat leer je niet in je eentje als je in de woestijn gaat zitten en denk je, nou, ik ga nu echt heel erg werken aan mezelf. Maar kijk, we kunnen sowieso niet bestaan zonder andere mensen. Dus dat is evident. Maar ik denk wel dat niet boos op jezelf. Jezelf acceptatie, dat is toch ook al, zeg maar, weet ik veel. Er zijn ook genoeg mensen die een broer of een zus hebben of zo, waar die ze eigenlijk gewoon een lul vinden, maar het is mijn broer, dus ik help hem gewoon. Dat is liefde. Dat is gewoon onvoorwaardelijke liefde. Mm. Dat kan je wel voor jezelf hebben. Dus de broer waarvan je eigenlijk geen zin hebt om te helpen met zijn verhuizing, zeg maar, dat is niet een hele romantische of hele grote liefde of zoiets, maar dat is wel liefde. En dat kan je wel naar jezelf toe hebben. Dus dat je jezelf niet straft, dat je jezelf niet haat. Van jezelf. Vergeven. Van, ik heb domme dingen gedaan. Dat is kut dat ik dat heb gedaan, maar dat is niet wie ik voor altijd hoef te blijven zijn, snap je? Dat het is wel fijn als een ander je vergeeft, hè? Zeker, maar als iemand anders je niet vergeeft en niet gaat vergeven, dan ga je er niet mee kunnen leven totdat je jezelf vergeeft. Ja, omdat je inzicht krijgt, meer inzicht verwerft misschien in van ik deed en deed dit daar en daarom. Het is heel fijn als een ander je daarbij helpt. Zeg, ja, maar je doet dit altijd in dit soort situaties. Daarom is liefde of zijn vriendschap ook zo belangrijk. Van die mensen die betrokken zijn bij die je persoonlijkheid ook, hoe grillig en hoe gek die ook is, die jou helpen om je gedrag te duiden. En dat je daardoor ook meer begrip kunt opbrengen voor je gedrag. Ja. Snap je dat? Maar goed, het is een verloren strijd. Ja, ik denk gewoon niet dat zacht voor jezelf zijn of niet jezelf haten of wel van jezelf houden, hoeft te betekenen dat het houden van andere mensen, dat het uitsluit. Nee, het moet naast elkaar bestaan. Het is een onderwerp waar je een volledig oeuvre aan kan wijden. Ja. Maar wat ook grappig is, want je zei net liefde en macht, dat als je het hebt over systemen, mm-hmm. dat liefde ook
de tegenpool is van macht. Dus de manier waarop je macht omver kan werpen is door liefde. Ja, ja, dat is, het, dat is de boodschap van het album. Ja. Ik heb voor jullie allebei nog één vraag. En dan is nog ruimte voor wat vragen uit het publiek. Dit is ook het moment dat ik me realiseer dat ik aan iemand had willen vragen om straks met die microfoon rond te lopen. Maar dat ben ik dus vergeten. Dus Jorik, als jij misschien even iemand aan kan wijzen zo. Sef, je zegt dat bijna alles wat je hebt gemaakt is uitgebracht. Alleen ik heb wel eens gehoord, maar misschien heb ik het dan verkeerd gehoord, dat er van de legendarische groep de SLBMG, de skileraar Brian Money Gang, wat onuitgebracht materiaal is. Klopt dat? Dat is wel waar, inderdaad. Ja, daar, dat is waar, dat was ik vergeten. Maar dat is een groep, dus dat tel ik niet helemaal mee. Okay. Ja, dat zijn, maar dat is wel gewoon, dat kan gewoon. Ik had het toevallig gisteren hier nog over met Jeo. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon sick, nog steeds. Dat kan zomaar nog een keer uitkomen. Ja, dat was of dus niet. Mijn volgende vraag. Kan het alsjeblieft uitkomen? Ik ben een groot fan van de specifieke groep. Ja, ja. Ik vind het ook wel vet als het misschien niet uitkomt. Omdat het nu gewoon, nu klopt het helemaal. En nou ja, we kijken wel. Misschien was dat nou een Wu-Tang album waar er maar één van was? Ja, in één soort, soort hele speciale doos. Misschien is dat een idee. Kan. We hebben, Pepijn en ik hebben ook wel eens het idee gehad om een mixtape met z'n tweeën te maken en die alleen aan Vic te geven. En dan gewoon, ja, dat was het gewoon, ja. Wel release party. Wel release party, aankondigen alles, maar er is maar één iemand die het heeft en mag horen. Oh, goed. Ik hoop dat ik SLBMG mag horen. Connie, stel je voor, je bent nu een Gen Z'er. Je bent geboren wetende dat de wereld ten einde is. Je bent verslaafd aan sociale media. Maar op een gegeven moment bedenk je toch misschien, voordat de wereld in brand staat en Nederland overstroomt, moet ik een boek lezen en zal ik het toch maar eens gaan doen. Waarom is het dan De Wetten? Hij zegt het. Hij zegt het. Nou, dat was het. Mag ik een applaus voor mijn gasten? Er is nog ruimte voor vragen vanuit het publiek. Dus als iemand een vraag heeft, ik kan echt jullie echt moeilijk zien. En, even meer licht in de zaal vragen, daar, joh. Jorik, kun jij wat een lampje daar aanzetten? Kunnen de mensen zien? Wie heeft die vraag? En waren er nog wireless mics of moet ik met deze Hallo, microfoon? Check. Ja, heeft iemand een vraag? Een van jullie. Zie ik geen één vraag. Waren we zo duidelijk? Wie regelt het licht? Ja, ik heb een vraag aan Connie, want je zei dat je, om liefde te kunnen ervaren, heb je eerst liefde van een ander nodig. Maar zijn dan mensen die geen liefde kunnen vinden, zijn die dan verdoemd? Ja. Nee hoor. Nee hoor, die hebben andere manieren waarop ze. Iedereen wordt toch wel door iemand lief gehad. Mag ik wat meer licht in de zaal? Ik zie niks, ik praat tegen de vierde wand. Dan kan ik weten tot wie ik het woord staat richt. Volgens mij, het staat allemaal dan kan aan, ik zeggen, maar deze er kant is ook opgericht. Iemand die van jou houdt. kijk, liefde vinden is weer, dan klinkt het weer alsof het een ding is, maar het ontstaat ook elke dag wel even ook tussen jou en de bakker of tussen jou en mensen die jou. Oh ja, misschien heb je een rotbakker. ik snap wel dat het moeilijk is om iemand te vinden met wie je heel gelukkig kan worden. Maar er is. Ja. Het is wel moeilijk. Ja, dat is gewoon wel waar. Ja. Het is gewoon wel moeilijk om te leven met niemand die van je houdt. Maar dat bestaat toch niet? Er is altijd iemand die van je houdt. Ja, maar het gevoel dat niemand van je houdt. Ja, dat is iets anders. Ja. Dat is natuurlijk echt een enorme vergissing. Ja.
Of je kunt je daarin wentelen. Dat is toch wat, het soort ultieme slachtoffergedrag. Maar niemand houdt van me, dus ik kan me als een klootzak gedragen. Maar dat bedoel je niet, hè? Is er nog een vraag? Ik zie echt weinig. Ik zie daar wel een vingertje daar. Zo. Ja. Hey, ik heb ook een vraag voor Connie. Je was bezig over denken en onderzoek doen. En ik vraag me af hoe je die onderwerpen kiest en of dat de actualiteit daar invloed op heeft, wat je dan werkelijk onderzoekt. Ja, dat is wel goed van je. Kijk, de actualiteit heeft in die zin wel invloed op me, omdat ik me natuurlijk net als heel veel mensen afvraag waarom veranderingen optreden, waarom we zo'n enorme machteloosheid ervaren ten aanzien van dat we een aarde naar de verdommenis aan het helpen zijn. En tegelijkertijd ervaart iedereen het als ongelooflijk machteloos tegenover deze vernietiging die we met z'n allen gadeslaan, zonder dat we nu weten wat we daaraan kunnen doen. Ik zal dat dan niet transponeren naar dat ik een roman ga schrijven over iemand bij Extinction Rebellion. Maar ik vertaal dat naar een machteloosheid van een personage ten aanzien van iets wat gewoon maar gebeurt. Begrijp je? Dat is dan voor mij actueel genoeg. Omdat ik daarmee nadenk over een situatie. Dus je ziet iets gebeuren en je hebt bijvoorbeeld, je ziet een de aarde is dan een geliefd iemand. Je ziet dat een geliefd iemand zichzelf naar de verdommenis helpt en je weet niet wat je moet doen. Dat ik zou dan mijn meeste actualiteit zit dan in het beschrijven van de machteloosheid die je ervaart als je kijkt naar. Ik zie dat je erbij staat. Ik zag het gebeuren, we stonden er met z'n allen bij. En het gebeurde toch. Dat. Dus dat is wel het meest, dat is wat er aan actualiteit in mijn werk komt. Maar nogmaals, ik zou niet denken als ik het leven niet als problematisch zou ervaren. Dus ik denk na over problemen en ga er dan altijd vanuit dat anderen die ook hebben. Dus ik doe dat om problemen op te lossen. En je ziet, ik ben met de dag gelukkiger geworden. Ik heb de meeste problemen heb ik opgelost. Er komen er natuurlijk wel heel veel nieuwe bij. Maar de oer, wat ik als oerproblemen ervoer in mijn jeugd. En die hadden inderdaad allemaal met liefde te maken. Of in eerste instantie met werk. Van hoe gaat je dat lukken, zo'n werk dat ik toen ik nadacht over schrijven, denk ik, ik ga het meest eenzame werk kiezen dat bestaat. Nou, je ziet, ik zit als een rockster, daar ga ik het hele land door, zelfs ook door België, door Duitsland, Amerika, kom overal. Dus dat is een enorme vergissing. Het had totaal geen zin geweest om daarover na te denken. En daar denk ik dan weer over na. Wow. Dat zo zinloos is om, ik zat vandaag in de trein met een jonge vrouw, 26. En zei, ik was al op mijn achtste, maakte ik me al zorgen over de toekomst. Ik denk, ja, dat is inderdaad zo begrijpelijk. Heel, heel sensitieve mannen en vrouwen, jongens en meisjes doen dat. En het heeft zo geen zin. Je moet eigenlijk gewoon altijd maar aan het werk zijn. Je moet eigenlijk gewoon maar leven. En het is maar één kant, dat is vooruit. Dat is ook een enorme platitude. Maar heel veel zorgen over die toekomst heeft weinig zin. Zorgen of je van jezelf houdt, heeft ook weinig zin. Het ontwikkelt zich, het ontstaat tussen mensen. Dus je moet zoveel mogelijk mensen ontmoeten en daarin jezelf leren kennen. En dan ontdekken dat je misschien een heel naar iemand bent. En dan moet je jezelf gaan verbeteren. Dat heb ik ook gedaan. Wijze woorden.
Hebben we, ja, ik zie daar nog een vraag. Dat je überhaupt iets ziet. Waarom krijg ik geen licht? Waarom wordt deze wens niet ingelost? Ja, alle lampen staan deze kant opgericht. Ja, dus ze zijn allemaal aan. Alleen als ze feller aangaan, dan zie je ons nog beter. Ja. ik had ook een vraag voor Connie, maar misschien ook voor jou, Sef. Ook over het onderwerp denken. Want de uitspraak die jij deed, Connie, over denken is werk, werd even tegenover, of werd even vergeleken met een tekst van jou, Sef, over ratio versus onderbuikgevoel. En ik vroeg mij eigenlijk af of die gedachte dat denken werk is, of dat voor jou, Connie, ook alleen maar iets rationeels is. Of speelt daar ook iets anders dan de ratio mee? Oh, altijd. Het is denken. Er is niets gevoeligers dan denken. Ik bedoel, De Vriendschap is mijn tweede roman. Gaat puur over deze altijd door de filosofen en door de religie geconstrueerde tegenstelling tussen gevoel en denken. Maar je zou nooit denken, als je geen pijn hebt, hoef je niet na te denken. Je denkt om pijn te begrijpen, je denkt om problemen te begrijpen, je denkt om lijden te begrijpen. Als ik zou niet nadenken over de wereld als ze niet leed. Ik zou niet nadenken over de wereld als ze niet ten onder ging. Dus denken is een volledig door gevoel, doordesemde handeling. Ik bedoel, als je al, en je merkt het heerlijk als je rouwt om iemand, als je iemand verloren bent aan de dood, hoe gruwelijk het denken is. Hoeveel pijn elke herinnering doet. En dat je je hoofd niet kunt stopzetten met het denken aan iemand. En terwijl dat zoveel pijn bij je veroorzaakt. Dat het denken is. Denken en gevoel is geen. Er is geen verschil tussen. Het is een onecht verschil. En ik weet zeker dat Sef het volledig. Ik ben het helemaal niet hiermee. Nee, ja, dat is helemaal. Ben ik het helemaal mee eens. Wat als het zeg maar op. Als je het over werk hebt, of de toepassing daarvan, hoe ik het zie, is heel veel nadenken, heel veel verzamelen, super diep in de materie zitten, te onderzoeken en dingen checken. En gewoon zodat je jezelf helemaal vult met shit, zeg maar. En dan op het moment dat je gaat maken, of ik ga maken, dan probeer ik het ook weer los te laten. En erop te vertrouwen dat ik er zoveel in heb gestopt, dat het eruit komt op een gegeven moment. Want anders denk ik dan met een boek, is het echt kut om naar een liedje te luisteren wat heel erg bedacht voelt. Het moet alsnog zomaar vrij zijn en ook onlogisch af en toe. En dus je moet gewoon, ja, dat wat ik net zei, gewoon heel veel nadenken en op het juiste moment gewoon, net zoals je een examen gaat doen, toch? Dan stamp je en op een gegeven moment moet je het gewoon gaan doen. Dit zeg ik, hieraan kan je merken dat ik niet gestudeerd heb, hè? Ik weet helemaal niet hoe dat werkt. De kunstacademie. We hadden ook geen boeken, man. Met een kwast moet je dan toch een proefwerk maken? Zoiets, man. Ja. Maak een Mondriaan. Dank jullie wel. Daar is nog een vraag, zie ik daarvoor. Lekker de microfoon doorgeven. Brengen. Zijn we in de vragen? Ja, Milou, dankjewel. Yes. Ja, het ging een stukje over zelfliefde. Ik vind daar heel veel van. Jullie ook. Goed. Maar voor mij klonk het een beetje alsof er werd gedaan van zelfliefde is iets wat je jezelf soort van geeft. En dat je voor de spiegel gaat staan en denkt, nou, vandaag geef ik mezelf even een portie zelfliefde. En ik zie zelfliefde meer als het geven van iets aan jezelf wat je niet van een ander kan krijgen. En eigenlijk hoe ik dit heb gehoord, en nu ben ik benieuwd, heb ik dat goed gehoord? Of ben ik dat? Is zelfliefde voor jou, Connie, eigenlijk inzichten en misschien ook wel eigenlijk een gebrek aan inzichten en kennis van anderen wat je niet hebt gegeven, wat je jezelf hebt gegeven in de vorm van denken en schrijven?
En is dat jouw vorm van zelfliefde? En voor Sef misschien ook, is dan jouw schrijven en jouw uiting is eigenlijk jouw vorm van zelfliefde? En hoeft dat niet per se zo, zo commercieel te zijn als ik geef mezelf een boek en dat koop ik en daarom hou ik van mezelf. Maar is het, ik ga even zitten en nadenken en is dat mijn vorm van liefde voor mezelf? Of ik ga schrijven, wat het inderdaad ook muziek maken is voor mij pure zelfliefde. Ik doe dat niet voor een ander, ik doe dat omdat ik iets kwijt moet. Ja, kijk, ik ontken dat zelfliefde nodig is, eigenlijk überhaupt dat ze bestaat. Het zit al heel erg in die woorden geven. Dit is niet, drinken is niet dat je, ja, dan geef jezelf water, maar liefde is niet een gift of zo. Liefde is zo'n heel ander iets. Ik vind het zo zinloos. Ik vind liefde iets tussen. Het speelt zich niet in iemand af. Het is altijd tussen mensen. Je kunt ook niet aanraken. Je ziet het of je ziet het niet. Ja, maar je maakt van jezelf ook in je hoofd een persoon, toch? Je maakt van jezelf ook een verhaal. Van wie je echt bent, zeg maar. En je met een soort van bouwwerk van al je herinneringen. En we weten allemaal hoe onbetrouwbaar herinneringen zijn. En van wat je hebt meegemaakt. En dat is ook een persoon. Dus je maakt het heel concreet door die spiegel te zeggen. Maar in je hoofd denk je ook na over jezelf als een soort van entiteit. En daar hoef je niet, denk ik, ook die soort van mega overdreven moderne variant van zelfliefde op los te laten, maar jezelf als entiteit accepteren en laten bestaan. Ja, maar accepteren, ja, natuurlijk. Maar ja, dat is ook liefde. Maar, nou, ja, wel. Ik bedoel niet op een soort je wordt geaccepteerd aan de universiteit, dan mag je binnenkomen. Nee, maar ik bedoel accepteren, gewoon je laten bestaan voor wie je bent. Ik vind, als je van iemand anders houdt, laat je diegene ook bestaan. Dan laat je die. Ik bedoel niet. Ik heb het niet over tolerantie. Ik heb het over iemand nemen voor wie die is. Ja, dat ook. Dat is een vorm van liefde. Ben ik met je eens. Maar dat. Kijk, ik maakte van die spiegel maak ik maar een grapje. Dat ja, is dat het. Dus ik probeer dat als metafoor te zien over de nutteloosheid van de zelfliefde. En natuurlijk, ik ben het heel met je eens. Je maakt van jezelf een personage. Maar ik kan jou op de mannen vragen. Hou jij dan van jezelf? Even een uurtje wachten nu. Ja. Ja, gewoon meer gewoon op de manier van, ik ben oké met mezelf. En dat is, vind ik echt al heel wat. Ja, maar ik ben oké. Okay, ja, ik ben oké. Okay. Nou ja, er zijn heel veel mensen die. Precies in het ik-tijdperk waren dat de titels van de boeken. Nee, er zijn heel veel mensen die zichzelf haten. Zelfhaat is veel interessanter. Dat kan wel. Ik zelfhaat bestaat helaas wel. Ja, maar dan dat kan niet. Ja, want dat kan, nee, niet. Dat kan wel, want haat is niet het tegendeel van liefde. Nee, dat bedoel ik. Haat is niet het tegendeel van liefde. Haat is hetzelfde. Maar dan moet zelfliefde ook bestaan. Nee, haat is niet hetzelfde als liefde. Nee, kom op. Kom op, dit wordt jezuïtisch. Ik zal even je vragen, Java. Kijk, er is iets. In de filosofie heet het zelfzorg. Dat is natuurlijk allemaal iets anders. Mensen die heel goed voor zichzelf zorgen, die genoeg drinken, die hun voeding verzorgen, die zijn vaak ook heel goed in staat om voor andere mensen te zorgen. Dus je kunt aan de manier waarop iemand voor zichzelf zelfzorg is in de filosofie een heel groot begrip. En dat heeft een hele geschiedenis. Michel Foucault heeft daar prachtig over geschreven. Dat zijn allemaal heel. En Plato had het ook altijd over zelfzorg. En misschien zelfacceptatie, over zelfkennis is het allerhoogste wat er is. Dus dat staat boven de tempel van Delphi, ken uzelf. Maar ook dat gebeurt altijd via een ander. Ik vind zelfinzicht het grootste wat er is. Dus het mooiste wat er is. Ik denk ook dat het
het belangrijkste is wat er is. Maar dan nog zelfkennis, de grootste zelfkennis verwerf je. Omdat een ander heel kritisch met je omgaat. Kritisch op een kritische, liefdevolle manier met je omgaat. Maar je bent nu een klootzak, maar ik hou toch van je. Ja, maar dat kan je dus tegen jezelf zeggen. En waarom ben ik een klootzak? En dan legt die ander jou dat uit. Ja, maar dit hele gesprek kan je met jezelf hebben. Nee. Wel? Nee. Natuurlijk wel. Wel, nee. Nee, jawel, want je kan toch dit kan je van jezelf denken. Ja, ik ben een klootzak, maar ik kan er ook niet 100% de schuld daarvan geven. Je had het net over mezelf de schuld daarvan van alles geven wat mij een klootzak maakt. Want ik ben ook een product van mijn omstandigheden. Dat is al jezelf vergeven voor een deel van je klootzakheid. Maar je zei net ook iets over nutteloosheid. En jij zei net over dat je muziek maken een gift of zo'n cadeau aan jezelf vindt. En een van de fijnste dingen om over na te denken, vind ik, als het gaat om het leven, is dat bijna alles wat we doen uiteindelijk nutteloos is. Omdat er een einde aan zit. Dus je kan ook zeggen van, ik ga dood. Wat maakt het nou uit? Waarom zou ik nu een boterham voor mezelf smeren? Na 20.000 boterhammen ga ik toch dood. Maar het feit dat we het toch doen, of een boterham voor iemand anders smeren, misschien nog een mooier voorbeeld, of een liedje maken, want misschien komt jouw muziek helemaal nooit uit of zo, en dan kan je denken, oh, dan doet het er niet toe, dan is het onbelangrijk. En dan kijk je naar ik ga het toch nog één keer noemen, Taylor Swift. En in het universum, in het uiteindelijke, maakt dat ook allemaal niet uit. Dus zij is dan misschien de best verkopende artiest aller tijden, maar in het grote plaatje doet dat er ook niet toe. Maar het feit dat wij als mensen binnen die grote nutteloosheid toch ons kleine onzinnige dingetje in elkaar knutselen, ondanks de wetenschap dat het er allemaal niet zo toe doet, dat vind ik het mooiste wat er is. Dus ook jezelf of je ik, wat misschien die misschien helemaal niet bestaat, een personage maken en een beetje lief zijn tegen dat personage, vind ik een nutteloze, maar prachtige exercitie. Amen. Dank jullie wel. Straks komen Jepiet en Milou, die hebben straks twee tekentafels waar ze een hele leuke tekenworkshop geven. Kunnen jullie zitten? Er is nog het cryptogram wat jullie in kunnen vullen. Ik had er eentje, goed. Ja? Ja, daar was ik echt blij mee, denk ik. Vijf. Een alfabetisch kadaver. Letterlijk? Letterlijk? Ja, heel goed. En de club gaat zo open tot 5:00 's morgens, dus we gaan dansen zo. Dank jullie wel. Nog één keer, mijn gasten. Esse coqueiro.